Je kent ze wel, de verfmengers, mixers of schudders. Voor elke bouwmarkt of verfspecialist is dit apparaat een must-have. Wat is er voor nodig om de perfecte kleur op je muur te krijgen? Vast-en-vloeiend maakt machines voor het op maat kleuren van verf. Zoals verfmengmachines, schudders en mixers. Onze machines die vind je bijvoorbeeld in de bouwmarkt, op de verfafdeling. Op het moment dat de klant de kleur niet in het standaard assortiment kan vinden, dan maakt de machine die wij maken die kleur op maat. En dat kunnen miljoenen kleuren zijn. Feitelijk is een verfmengmachine een oplossing voor een logistieke uitdaging die verffabrikanten hebben. De verfmengmachine stelt de verffabrikant in staat om op locatie, zoals ik al eerder zei, miljoenen kleuren te kunnen aanbieden met een zeer beperkte voorraad lokaal. Dus feitelijk een kostenefficiënte aanpak om een brede scala aan kleuren te bieden, waar dan ook. Naast het ontwikkelen van de machine worden onderdelen in huis geproduceerd en uiteindelijk ook de machine in huis geassembleerd. Het productieproces begint in onze plaatwerkerij. Er wordt plaatwerk met een lasersnijmachine gesneden, waarna het naar de kanterij gaat, waar onze mensen geautomatiseerd de hoeken in het plaatmateriaal zetten. Daarna kan vaak een samenstelling gelast worden. Daarnaast hebben we ook nog productie van fijnmechanische delen. Uiteindelijk komen alle onderdelen samen in onze assemblagefabriek waar we op dit moment staan. De assemblagelijn bestaat uit een straat van 8 stations. Dat proces is heel voorspelbaar. Dus er staat ook vast hoe lang er over een stap gedaan moet worden. Dus we weten ook precies dat de machine op tijd afkomt. Wat wij als bedrijf in de loop der jaren geleerd hebben, is dat het erg belangrijk is om de klant centraal te stellen. Niet alleen de gebruiker, maar ook onze directe klant, de verffabrikant. Dat doen we door samen met onze klant de producten te ontwikkelen. Vervolgens bieden wij zeker de mogelijkheid ook aan, afhankelijk van de toepassing, om een klantspecifieke configuratie te bouwen op de lijn.